Goedenavond, dames en heren. Twee onderwerpen, allebei al jaren actueel en ze zullen dat waarschijnlijk nog lange tijd blijven. Abortus en files op de wegen. Automobiel, zelf bewegen betekent dat. Maar hoe mobiel zijn we nog met onze auto? Steeds minder als je nagaat hoe de files blijven groeien en hoe onze stedelijke centra potdicht zitten. Aan de andere kant gaat het niet goed met het openbaar vervoer. Nog deze week konden we in de krant lezen dat de MIVA, het Antwerpse openbaar vervoersbedrijf, er ernstig over denkt een aantal tramlijnen in te krimpen of zelfs af te schaffen. En ook de buurtspoorwegen lijken in een spiraal terecht te komen van bezuinigingen en een teruglopend aantal reizigers. We hebben één schrale troost. In het buitenland, grote steden als bijvoorbeeld Londen en Parijs, en in de Hollandse Randstad weten ze pas echt wat files zijn. We hebben ook één zekerheid. Zo kan het niet blijven duren. Het Trammuseum in Brussel. Hier staan de stille getuigen van een tijdperk toen de tram nog heer en meester was in de stad. Een tijdperk was het toen trein en tram je overal brachten. Al moet gezegd dat de mensen er toen minder behoefte aan hadden driftig op en neer te rijden. In de steden was de lucht nog te ademen. Winkelen, dat deed je in je buurt en je ging vlak bij je werk wonen. Zo simpel was dat. Hij was heer en meester in de straten van de stad. Ik zou zelfs durven zeggen dat veel steden in België en Brussel zeker ondenkbaar was zonder de tram. Het was een fijn gemaast net. Elke straat die toch elke een beetje breedte had, die had zijn tramlijn. Op dat vlak moet ik zeggen, was het wel de glorietijd van de tram. Het is de laatste trein-tram-busdag en een van de oude glories gaat nog eens een dagje naar buiten voor een rit naar Tervuren. De tram wordt als van ouds met pure mankracht uit de remise geduwd. Zuinig omspringen met energie, dat was vroeger vanzelfsprekend. Dit oude trammetje spreekt blijkbaar tot de verbeelding. Het is de hele afgelopen zomer een daverend succes geweest. Het is ook een mooie rit naar Tervuren. Door de week moeten tram en bus optornen tegen het autoverkeer dat in veel gevallen het openbaar vervoer heeft verdreven of naar de ondergrond heeft verjaagd. Hier rijdt de tram in eigen bedding. Dat is een hoofdvoorwaarde voor een vlot openbaar vervoer. Heeft een tram zo'n eigen bedding, dan laat hij in de spits het autoverkeer vlot achter zich. Die van Brussel naar Tervuren gaat, die haalt een reissnelheid van ongeveer 30 km per uur. Die reissnelheid, dat is de gemiddelde snelheid. Al het stoppen en weer aanzetten is daarin verrekend. Maar er zijn moeiteloos nog wel argumenten te verzinnen voor het openbaar vervoer. Er is een rotonde op de Tervurenlaan en dat stond bekend voor zijn fraaie rhododendrons. Die staan er nog altijd, maar die zijn aangevreten door de uitlaatgassen van de auto's. De auto's die de remmen en opnieuw aanzetten en daardoor koolmonoxide vrijgeven. Je kan het trouwens zien, die rhododendrons die zien er eigenlijk maar armpjes, staan er maar armpjes bij. En in dergelijke gevallen bijvoorbeeld is er toch wel een oplossing te vinden om openbaar vervoer in dergelijke omgevingen beter uit te bouwen.
Het is 7:15. Pascal, de dochter van onze cameraman, vertrekt uit het ouderlijk huis in Blanden, 8 kilometer bezuiden Leuven. Ze gaat naar school in het centrum van Brussel. Niets bijzonders, zal u zeggen, maar ze doet dat met het openbaar vervoer. De bushalte is op 6 minuten lopen. Een gezonde ochtendwandeling. Het weer valt mee vandaag. Gelukkig maar, want een schuilhokje is in geen velden of wegen te bekennen. Daar is de autobus. Het is 7:58. Pascal is al 18 minuten van huis weg. De car- en busshow in Kortrijk straalt geloof in de toekomst uit, ook in die van het openbaar vervoer. Toch worden de buurtspoorwegen bijvoorbeeld nu al jaren verplicht in te leveren en te besparen, lijnen en diensten af te schaffen of in te krimpen. De recente accijnsverhoging voor diesel is voor directeur Van Wezemaal weer een stap in de verkeerde richting. Denk maar aan de verhoging van de accijnzen, die eigenlijk nu 2,75 wij verbruiken bij de buurtspoorwegen. 50 miljoen liter gasolie. Als daar 1 frank bij komt, kost het op jaarbasis 50 miljoen. Dat recupereert jij niet door uw klanten. 50 miljoen Belgische frank. 50 miljoen. Dat recupereert jij niet door meer klanten ineens te gaan halen bij het openbaar vervoer. Dat kan ook niet. Dus ik pleit ervoor dat de overheid zou de investeringen voor het openbaar vervoer zelf betalen. En dan willen wij, zullen wij, met alle kracht die in ons is, kunnen wij dat exploiteren op een goede manier. De autobus naar Leuven is nog redelijk bezet, maar de oranje-blauwe bussen van de buurtspoorwegen rijden dikwijls praktisch leeg over en weer. Het is 7:58. De bus arriveert bij het station van Leuven. Pascal is welgeteld 34 minuten onderweg. Van Wezemaal weet inmiddels maar al te best wat er in zijn segment van het openbaar vervoer hoort te gebeuren. Wij gaan niet mogen voortdoen met lege bussen te laten rondrijden. Dat is voor mijn sanering. Maar we gaan ons comfort moeten verhogen op ons spitsuren en op de momenten waar de mensen willen rijden. Ik zeg altijd, je moet, dat is gelijk als elke winkel, denk ik, en zo elke commerciële zaak, je moet de mensen gaan halen waar ze te vinden zijn. De mensen halen waar ze te vinden zijn. De NNVB komt die mensen de jongste tijd tegemoet met nieuwe initiatieven. De snelbus en de kusttram. In de zomermaanden begint de kusttram zowaar geld op te brengen. En snelheid, comfort en regelmaat zijn ook de troeven van de snelbus Antwerpen-Eindhoven. De klanten kunnen vanop de bus telefoneren en er is een koffieautomaat. Maar rendabel is de snelbus nog niet. Toch zijn snelbus en kusttram voorbeelden van hoe het kan. Bus en tram in de stad in eigen bedding, het is de droom van Hugo van Wezemaal. De droom van de eigen bedding is dat wij met onze bussen en onze trams vooruitrijden aan een goede commerciële snelheid, laat mij aannemen, in de stad 35 km per uur. En dat de auto's daarna stilstaan met daarin de chauffeur die zit te wachten tot als het eens wilt groen of eens wilt rood worden. Terwijl wij op eigen bedding altijd maar verder en verder en verder aan een hoge snelheid voorbij kunnen rijden. Dat is eigenlijk het beeld van voorrang aan openbaar vervoer. Ook de constructeurs van lijnbussen zitten inmiddels niet stil. An diesem Fahrzeug ist eben das ganz Spezielle, dass kein Stahl mehr verwendet wird in der Karosserie und dadurch eben das Gewicht erleichtert wird. Dieses Fahrzeug wiegt im Gegensatz zu einem normalen Linienfahrzeug, so in der gleichen Ausführung, 50% weniger. Deze kunststofbus verbruikt dus minder brandstof en vervuilt minder. En de lage instap is nog een reden waarom het Brussels trambedrijf geïnteresseerd is. Maar met een mooie bus alleen kom je er niet. Wanneer men nu een prachtige bus heeft bijvoorbeeld, men heeft een zeer goede dienstregeling. Men rijdt snel in al wat men wil. Maar men geeft daar geen informatie over. Dan heeft men uiteindelijk geen resultaat. En dat hangt ermee samen dat openbaar vervoer zo goed is als de zwakste schakel. Is er één schakel die mankeert, dan zal eigenlijk de inspanning van een goede bus of van een goede dienstregeling uiteindelijk niet gehonoreerd worden. De trein is zeker niet de zwakste schakel in het openbaar vervoer waarop Pascal vandaag aangewezen is. De IC-treinen van tegenwoordig, dubbeldekkers en andere, mogen gezien worden. Wat meer is, de trein naar Brussel heeft maar een paar minuten vertraging.
Zwak punt is dat lang niet iedereen op deze trein een zitje vindt. En dat wie wel zit, de bank met twee andere mensen moet delen. Het is bij het vertrek uit Leuven 1 minuut over 8. Pascal is al 46 minuten onderweg. Dit is een dagelijks tafereel in Hofstade, ten zuiden van Mechelen. Het is 8 uur in de morgen. In hun haast om toch maar op de snelweg naar Brussel te geraken, rijden de auto's elkaar bijna klem. Er is vrijwel uitsluitend wat de kenners noemen woon-werkverkeer. In zekere zin is het nog goed dat deze mensen koppig blijven vasthouden aan de auto. Als 10% van de automobilisten van vandaag op morgen de auto op stal zou laten, dan zou het openbaar vervoer zijn capaciteit in één klap met 75% moeten vermeerderen. Dat lijkt nauwelijks haalbaar. Maar hoe komt het hier eigenlijk zo druk? In het begin ging het allemaal vlot. Zolang dus het enkele waren die in het groen gingen wonen en enkele die met de auto naar de stad trokken, was er eigenlijk geen probleem. Maar op dit ogenblik zijn mensen die het landelijk gebied gaan opzoeken zijn, die in alleenstaande woningen midden in het groene bosgebied gaan wonen zijn, zijn dusdanig talrijk geworden en ze zijn op een dusdanig grote wijze op de auto overgeschakeld dat ze nu elkaar langzamerhand beginnen klemrijden. Hier, te midden van het bronsgroen eikenhout, wonen de veroorzakers van de files. Ooit ontvluchten ze de stad met het argument dat de auto ze in een oogwenk naar kantoor of bedrijf brengt. Nu oogsten ze de bittere vruchten van onze slordige ruimtelijke ordening. Wat meer is, er zijn in Vlaanderen nog 1 miljoen van dergelijke bouwpercelen beschikbaar. Dames en heren, we komen aan te Brussel. Deze trein stopt in Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid. Mesdames en messieurs, nous arrivons à Bruxelles. Voor het binnenrijden van Brussel-Noord heeft de trein 7 minuten stilgestaan. Om 1 minuut voor 8:30 rijdt de trein Brussel-Centraal binnen. Pascal is nu 1 uur en 16 minuten onderweg. Nog 2 metro's en een korte wandeling en ze is ter bestemming. 10 uur in Hofstade. De files van zoeven lijken wel in rook opgegaan. De villabewoners zijn op hun werk. Vrijwel alle commerciële of sociale activiteit lokt tegenwoordig extra verkeer uit. Dit koopcentrum vlakbij de snelweg is vrijwel alleen per auto bereikbaar. Wanneer je weet dat er hier bij een dergelijk centrum per parkeerplaats ongeveer tussen de 15 en de 20 verplaatsingen gegenereerd worden, dan kan je automatisch berekenen dus dat bij 1000 parkeerplaatsen aanbod dat je naar aantallen gaat van 10.000 tot 15.000 verplaatsingen per dag die door zo één verkoopcentrum geproduceerd worden. En hetzelfde geldt voor bedrijven, academische ziekenhuizen, universitaire campussen. Hun ligging maakt het gebruik van de auto bijna onvermijdelijk. Wil men de files aanpakken, dan zal men de neiging om zoveel bedrijvigheid aan de rand van de steden te concentreren moeten tegengaan. Al kan zoiets alleen op heel lange termijn effect hebben. Van Brussel Centraal naar het dichtstbije metrostation is al gauw een minuutje of 4 stappen. Gelukkig rijdt de Brusselse metro prima. Tijdens de ochtendspits rijdt er wel om de 3 minuten een treinstel voor. Het is 10 minuten over 8:30. De Odyssee van Pascal duurt nu al 1 uur en 26 minuten. De snelweg bij Berthem kennen we allemaal, al was het maar via de verkeersradio. Rond een uur of 11 ligt al dat beton er relatief rustig bij. Maar elke ochtend en elke avond is het hier altijd een geldverlies wat de klok slaat. Nog eens wegen dan over de milieuschade. De fileproblematiek situeert zich vanaf hier. Eigenlijk zou men, wanneer men de TGV naar hier brengt, tegelijkertijd van die rijinfrastructuur moeten gebruikmaken om heel het voorstedelijk vervoer vanaf hier tot Brussel te verbeteren. En hier park- en rijdfaciliteiten voorzien van waaruit men vanuit Limburg en vanuit Luik hier naar Brussel kan komen en hier overstappen op voorstedelijk vervoer.
Dat park-and-ride-systeem is ook al dichter bij Brussel uitgeprobeerd. Maar het parkeerterrein waar de automobilist zijn karretje zou moeten achterlaten is leeg. Wel wordt er rijles gegeven aan mensen die morgen per se mee in de file willen staan. Openbaar vervoer is zo goed als een zwakste schakel. Hier zijn er twee zwakke schakels. Het is een hele tocht om van hieruit tot in het station Diamant te geraken. En daar is het al gauw een minuut of 10 wachten op een tram. En na die tram wordt van de reiziger verwacht dat hij nog eens op de metro, de bus of een andere tram overstapt om in het centrum te komen. Laatste statie in de kruisweg van Pascal. Na twee haltes bereikt ze vlot het metrostation Kunstwet. Daar stapt ze van metrolijn 1 over op metrolijn 2. Na nauwelijks 1 minuut vertrekt daar al een trein die haar in een ommezien tot het station Naamse Poort brengt. Het is 9:15. Een minuut later is Pascal weer op de begane grond. Naar haar school is het nu nog 2 minuten lopen. De hele tocht is al bij al zonder problemen verlopen, maar heeft voor pakweg 30 kilometer toch 1:35 geduurd. Met een beetje geluk verloopt de terugreis straks even vlot. De auto blijft de mensen inmiddels fascineren. Hij kost massa's geld, maar ook de kleine man zegt recht te hebben op mobiliteit. Mijn auto, mijn vrijheid. Een auto geeft bovendien iets wat het openbaar vervoer nooit kan bieden. Een auto verleent status. En ja, er zijn natuurlijk ook praktische redenen genoeg om voor de auto te kiezen. Ik woon in een streek daar geen tram of bussen. Ik woon in Capellebos, dus geen tram of bussen. Er passeert geen bus, hè? Nee. Ja, een bus wel, ja. Maar ik woon al ver achteraf. Dus zou een auto niet kunnen missen. Het is heel gemakkelijk vervoer. Het is veel beter dan het openbaar vervoer, veel gemakkelijker. Ja, en ik werk in Bomen. Als ik dan met de bus moet vertrekken, morgens om 8:00 op mijn werk te gaan, dan denk ik dat ik om 6:00 moet doorrijden. De autostelwegen worden altijd verbreed en vergroot en dan komt er altijd meer. Zo, al het bouwelijk wordt gedaan om het verkeer zo vat mogelijk te laten verlopen. Het kan niet blijven duren, dat is meer of meer logisch. Vooral als men de snelweg naar Brussel ziet, elke dag zit het daar pot dicht. De lol raakt er een beetje af, hè, van het rijden. Dat is waar. Want wij hebben gisteravond voor een kilometer of 6 te rijden, echt waar, 3 kwartier onderwege geweest. In 1989 wordt voor de auto-industrie bij ons en elders weer een topjaar. Toch wordt er in de kringen van autoconstructeurs niet alleen maar gejuicht. De grote baas van het Zweedse autoconcern Volvo, Per Gyllenhammar, waarschuwde onlangs nog voor een ongebreidelde groei van het autoverkeer en pleitte voor een drastische herwaardering en modernisering van het openbaar vervoer. Van een autoconstructeur kan zo'n uitspraak verbazen. Maar Gyllenhammar is niet gek natuurlijk. Wat heb je aan een mooie wagen als je er geen kant mee op kan? De toenemende verkeerschaos zou zich uiteindelijk tegen de auto zelf kunnen keren. Trouwens, de Volvo-baas pleit niet voor minder auto's, maar voor een selectiever autogebruik. Wie trouwens nogal lichtvaardig over het uitbannen van de auto spreekt, mag ook bedenken dat ruim 90% van deze bij Volvo Gent geproduceerde wagens voor de uitvoer bestemd is. De autonijverheid is een van onze belangrijkste industriële sectoren.
Met alleen maar meer wegen, meer beton, lossen we het probleem alvast niet op. Ons land heeft al een uitgebreid autowegennet. Onderhoud en afbetaling daarvan gaan ons in de komende 15 jaar, even slikken, nog 2600 miljard frank kosten. Jawel, 2600 miljard frank. Volgens transporteconoom Gust Blauwens hier in een verkeerscontrolecentrum van de Rijkswacht moet de trend van steeds meer autoverkeer hoe dan ook worden omgebogen. Voorzichtige prognoses zijn een aangroei van nog eens 40% tegen het jaar 2000. Een aangroei van het verkeer met 40% is een aangroei van de files met een veelvoud van 40%. Als dat gebeurt, dan zijn in het jaar 2000 toestanden te verwachten waarbij de huidige moeilijkheden niet zijn. Hoogstens zullen overkomen als de gezellige drukte van de jaren 80. Moet het antwoord zijn de oorlog verklaren aan de auto? De oorlog verklaren is veel gezegd. We gaan hem in ieder geval duidelijk op zijn plaats moeten stellen. We gaan duidelijk de ruimte moeten bepalen waarin de auto kan ontwikkelen en zich verder kan ontplooien. Men zal maatregelen moeten nemen. We zullen de fileproblemen maar oplossen met een combinatie van maatregelen. Dat betekent dus niet nee aan de auto, maar wel de auto op zijn juiste plaats. Een combinatie van maatregelen, dat is voor professor Blauwens toch ook hier en daar een stukje weg erbij. In de jaren 60 en 70 is er overdreven in de wegenaanleg. En in de daaropvolgende jaren is men in het andere uiterste vervallen. Er is een absoluut taboe. We komen op wegen aanleggen. Er mag geen vierkante meter beton meer gestort worden. Nu, men moet economische politiek niet op basis van taboes voeren. Er zijn toch nog wel enkele projecten die, ik zeg niet dat ze moeten uitgevoerd worden, maar waarom men tenminste de kosten en de baten is zou moeten bekijken. De grote ring rond Antwerpen, of onderdelen daarvan. De zuidelijke ring rond Brussel, en Groot Bijgaarde ook. Maar op de eerste plaats moeten al die enthousiaste automobilisten toch gepakt worden daar waar het pijn doet, in de portemonnee. Verkeersdeskundigen willen een verhoging niet van de prijs van de auto, maar van de variabele kosten. De kosten die recht evenredig zijn met het aantal afgelegde kilometers. Een sociaal verdedigbare maatregel, want het is niet de kleine man die het grootste aantal kilometers aflegt. Ook de btw op de aankoop van de auto is ook een vaste belasting die, één keer als ze betaald is, niet meer aanspoort om zuinig te zijn in het gebruik van de wagen. Men zou wel tenminste kunnen beginnen met die vaste belasting af te schaffen en ze te vervangen door een bijkomende heffing op de brandstof. Dat zou het bezit van een auto goedkoper maken, maar het gebruik veel duurder. Men zou dan twee keer nadenken voor men de auto gebruikt. Men kan zich heel goed voorstellen dat ook woon-werkverplaatsingen over een afstand van 2-3 kilometer, dat die eigenlijk best perfect met de fiets gebeuren. Voor de dunne verkeersstromen, die er talrijk zijn geworden omwille van onze ruimtelijke ordeningspolitiek die we de laatste jaren gevoerd hebben. Verspreide bebouwing. Verspreide bebouwing, wonen en werken, recreëren, diensten, allemaal systematisch uit elkaar gerukt, impliceert nu eenmaal dunne verkeersstroom. Daarvoor gaan we automatisch ook van de auto moeten gebruik blijven maken. De maatregel treft vooral diegenen die zeer veel kilometers rijden. Ik denk niet dat de sociale consequenties van de maatregel slecht liggen. In Nederland wil de nieuwe regering nog verder gaan in het verhogen van de variabele kosten. Want in de uiterst dichtbevolkte Randstad Holland neemt het fileprobleem veel scherper vormen aan dan bij ons. En dat wil wat zeggen. Het toverwoord luidt in Nederland rekeningrijden. Rekeningrijden met een zogenaamd passagepasje. De gedachte is heel simpel. Automobilisten kopen zo'n passagepasje bij een pompstation, een postkantoor of bij de bank.
Dat pasje moet dan worden gevuld met een bepaalde geldwaarde in elektronische vorm. De automobilist stopt dan zijn passagepas in een soort zend-ontvangapparaat achter de voorruit. De signalen van dit apparaat kunnen worden opgevangen door meetstations langs de weg en die signalen laten zien hoeveel saldo er nog op staat. Door middel van infraroodgolven zorgen de meetstations bij het passeren voor de afrekening. Duurder tijdens de spits, goedkoper op een rustiger moment. Bij onvoldoende saldo wordt de auto gefotografeerd. Het kentekennummer wordt doorgegeven aan een centrale computer, waarna automatisch naheffing plus boete volgt. Men kan ook technieken van rekeningrijden gaan gebruiken zoals ze nu in Nederland ontwikkeld worden. En dat ziet u wel als een heilzaam middel onder andere middelen natuurlijk? Dat is een heilzaam middel onder andere middelen. En zelfs een methode die misschien nodig is om de andere maatregelen te doen werken. Bijvoorbeeld om te beletten dat met de aanleg van nieuwe wegen ook meteen de hele capaciteit opnieuw terug opgevuld wordt. Dat is ook een maatregel die de oplossing openbaar vervoer beter mogelijk maakt. Daar kan men ook wat doen. Men kan het openbaar vervoer verbeteren. Geen openbaar vervoer vandaag voor Pascal, die om 19 minuten over 8, 11 minuten voor half 9, in Blande bij Leuven, in vaders auto stapt voor een comfortabele rit naar Brussel, schoolwaarts. Zo meteen zitten ze op de snelweg. Ze hebben het geluk, het weer is droog en de file in Bertem valt dus nogal mee. Er wordt maar korte tijd stapvoets gereden. Waar de snelweg en de grote ring elkaar kruisen, wordt even stilgestaan. Echte problemen zijn er alleen in de stad. Bijna een kwartier tijdverlies op de Reijerslaan en het Meizerplein. Later wachten op het Madouplein bij de Kleine Ring. Om 9:15 bereikt Pascal haar school. 56 minuten voor 30 kilometer. Niet geweldig, niet zoveel beter dan die trip met het openbaar vervoer die 1,5 uur in beslag nam. En papa hoeft dan niet eens een parkeerplaatsje te zoeken. Even terugkijken naar de aflevering van verleden week. De reportage over een reisje van artsen naar Cyprus op uitnodiging van een farmaceutische firma. En over de eventuele beïnvloeding van het voorschrijfgedrag van artsen. Die lokte natuurlijk vooral brieven uit van de direct betrokkenen, dat wil zeggen van de doktoren. Ze waarschuwen over het algemeen voor veralgemening. Ik heb al 30 jaar praktijk, schrijft een arts, en ik wacht nog steeds op mijn eerste snoepreis. Mijn keuze van geneesmiddelen is louter gebaseerd op mijn opleiding, op vakliteratuur en bijscholing. En zo zijn er meer confraters die beweren dat slechts een minderheid van de huisartsen zich dergelijke, naar mijn gevoel, schrijft iemand, immorele praktijken laat welgevallen. En een toekomstige arts, een derdejaars geneeskundestudent, zegt dat de doelgroep van al die reclame voor geneesmiddelen natuurlijk geen uilskuikens zijn. De meeste reclame zit trouwens ook vol relevante wetenschappelijke informatie, zegt hij. Een medicijn is geen waspoeder. Ten slotte zijn er enkele artsen die best toegeven dat er sprake is van een niet aflatende stroom van commerciële beïnvloeding, waaraan elke dokter het hoofd moet bieden, maar dat er toch ook tegengewicht is. Met name het Belgisch, of de informatie van het Belgisch Centrum voor Farmaceutische Informatie. Die officiële instantie stuurt maandelijks betrouwbare informatie en één keer per jaar een geneesmiddelenrepertorium naar de artsen. Het bewijst aldus goede diensten aan veel artsen.
Dat zo'n centrum voor farmaceutische informatie bestaat, hebben we zeker niet willen verzwijgen. Een van de geïnterviewden, professor Bogaert, is trouwens aan dat centrum verbonden. Maar precies bij deze mensen overheerst het gevoel dat ze tegen de stroom van commercieel getinte reclame van de farmaceutische industrie nauwelijks kunnen oproeien. Einde van onze uitzending, dames en heren. Hoe de uitzending er of de aflevering er volgende week precies uit zal zien, dat staat nog niet helemaal vast. Actualiteit, weet u wel. Maar we beloven dat ze boeiend zal zijn. Ten slotte lijkt ons het kijken naar Panorama een van de weinige geoorloofde vormen van verslaving. Tot volgende week donderdag.